Welkom. In deze video ga ik het hebben over de intensiteit uh, bij de waarnemer. Uh, al niet alle energie die van een bron afkomt, uh, komt uiteindelijk bij de waarnemer terecht. Uh, stel je voor, we hebben hier een bron en we hebben hier een waarnemer die er vanaf staat. Uh, dan komt niet alles wat van die bron afkomt bij die waarnemer. Je ziet dat het licht alle kanten op gaat en ja, het licht wat hier vandaan naartoe gaat, dat komt natuurlijk daar niet. Dus maar een heel klein gedeelte komt bij de waarnemer. Uh, de hoeveelheid die bij de waarnemer komt is. Uh, Heel erg afhankelijk van de afstand van die waarnemer. Stel je voor, je hebt hier de bron en je hebt de waarnemer redelijk dichtbij staan. Dan komt er een heel groot gedeelte, dit hele gedeelte, komt bij die waarnemer terecht. Doordat als we dezelfde bron hebben en hij staat wat verder weg. dan zien we dat maar een veel kleiner gedeelte daar komt. Uh, het, de, de intensiteit heeft zich moeten verspreiden over een veel grotere bol. En een veel kleiner gedeelte komt dan uh, bij die persoon terecht. Nou, dit kunnen we natuurlijk berekenen. Uh, met deze formule. I, de intensiteit van de waarnemer, uh, is het vermogen van de bron en dan gedeeld door het oppervlakte van deze bol. Waarbij de straal dus uh, belangrijk is uh, om het oppervlak te berekenen. Uh, deze formule die vinden we uh, binnenast tabel uh, 35b. Hij staat niet bij de standaardformules van dit hoofdstuk, uh, maar hij staat wel gelukkig in Binas. Dan staat hij alleen niet waarnemer, dan staat er gewoon I, geloof ik. Uh, I-waarnemer is de lichtintensiteit die de waarnemer ervaart en die wordt gemeten in watt per vierkante meter. Nou P, het vermogen van de bron is het stralingsvermogen van de bron en die wordt natuurlijk gemeten in watt. En de r hier is de straal, is de afstand van, tussen de bron en de waarnemer en die zijn meters. Nou die wordt in het kwadraat gedaan en vervolgens wordt het vermogen daardoor gedeeld, dus watt gedeeld door meter in het kwadraat en vandaar dat we hier watt per vierkante meter hebben. Eh, aangezien het kwadraatje er staat, wordt dit ook wel eens de kwadratenwet genoemd. Als de afstand, als de straal twee maal zo groot wordt, dan wordt de uh, Intensiteit eh, kwadratisch kleiner, dus 4 ma maal kleiner. Dus vandaar dat het ook wel de kwadratenwet genoemd wordt. Uh, twee termen die ook vaak uh, voorkomen bij deze wet, uh, dat zijn deze, uh, die ik nu ga uitleggen. Stel je voor we de aarde, daar staat een sterretje van bij, een klein sterretje die niet zoveel licht uitzendt. Uh, hetzelfde soort ster, staat iets verder weg, nog iets verder weg en veel verder weg staat een hele grote ster. Nou, van al die sterren komt natuurlijk licht, dat komt op aarde... Uh, maar ja, die intensiteit kan natuurlijk heel erg verschillen. Deze kleine ster die kan misschien maar een heel klein beetje licht naar de aarde krijgen. Terwijl deze hele grote ster, ook al staat hij heel ver weg, toch heel veel licht naar de aarde krijgt. Uh, dit wordt de schijnbare helderheid genoemd, oftewel de schijnbare intensiteit. En dit is hoe we het echt waarnemen. Want die sterren staan in het echt natuurlijk niet allemaal even ver van de aarde en zijn ook niet allemaal even groot. Dus vandaar dat we uh, het op deze manier waarnemen. Nou, in de natuurkunde, wat we ook belangrijk vinden, is dat we sterren met elkaar kunnen vergelijken. En daarvoor uh, is het handig als we al die sterren op een bepaalde afstand zetten. Uh, een afgesproken afstand. En als we, zetten, stel je voor, we zetten, daar allemaal neerzetten, dan kun je heel duidelijk zien dat deze ster het meeste licht geeft. En hier, misschien is deze die wel wat meer licht geeft. Dit is schijnbaar. En dit is de absolute helderheid. En de absolute helderheid krijg je dus als je alle sterren op een bepaalde plek die afgesproken is zet. Uh, en sommige sterren zijn dan in één keer heel veel, uh, terwijl dat ze daarvoor heel erg uh, zwak waren, omdat ze wat verder weg stonden. Uh, absolute helderheid wordt ook wel absolute intensiteit genoemd en dat is belangrijk als we ze met elkaar willen vergelijken. Uh, deze twee termen zijn nog handig om te weten, die komen vaak uh, ook voor uh, met uh, de kwadratenwet die we net hadden. Nou, even een voorbeeldopgave. Uh, bereken het vermogen van een lamp. Wanneer je op 1,5 oftewel 1,5 meter afstand een lichtstrijd van 1,6 x 10 tot de min 5 watt per vierkante meter voelt. Sorry, min 5 ik zei min 1 watt per vierkante meter waarneemt. Ga ervan uit dat het rendement van een gloeilamp 7,5% is. En dat hij zich gedraagt als een zwartstraler. Nou, zijn we even pauze kijken of dit lukt. Ik ga het antwoord nu geven. De formule die we net hebben gebruikt hebben, die we ook in Binance-tabel 35b vinden, uh, de intensiteit van de waarnemer, uh, oftewel de lichtsterkte, uh, is het vermogen van de bron gedeeld door 4 maal pi maal r-kwadraat. Nou, die uh, intensiteit hebben we gekregen, die kunnen we gewoon overnemen. Uh, de straal hebben we gekregen en we moeten de of, het vermogen berekenen. Nou, daarvoor moeten we, uh, aangezien deze boven staat, moeten we die twee maal elkaar doen. Dus het ziet er zo uit dat p, het vermogen van de bron, is de intensiteit van de waarnemer, maar maal 4pi... Maal r in het kwadraat. Die kunnen we invullen, en daar komt uiteindelijk uit 4,5 watt. Maar let op. Dat is slechts 7,5% van het geheel. Want de andere procent is verloren gegaan aan warmte. En die hebben we dus niet als lichtsterkte gezien. Dus om de totale uh, vermogen van de gloeilamp te kunnen berekenen, moeten we nog uh, 4,5 delen door 0,075. Oftewel dit gedeelte 100%. En dan komen we uit op 60 watt. Dus het vermogen van de gloeilamp is 60 watt. Waarbij dus heel veel verloren is gegaan aan warmte. En maar een heel klein gedeelte uh, licht geworden is. Vandaar dat gloeilampen nu ook niet meer zo makkelijk uh, gebruikt worden. Of, en uh, al helemaal niet meer zo makkelijk verkocht worden. Uh, Tweede vraag, de laatste vraag. Bereken de lichtintensiteit van de zon op aarde. Nou, gebruik daarvoor de uitstralingsvermogen zoals gegeven in BINAS. Nou, geen gegevens in de vraag. Je hebt BINAS nodig. Als je die hebt, zet hem op pauze en probeer dit. Als je hem niet hebt, ja, kijk gewoon rustig. Verder. Dit is de formule die we gaan gebruiken. Het vermogen, sorry, de intensiteit van de waarnemer. Die moeten we gaan berekenen. Het vermogen van de bron hebben we nodig en de straal. Uh, deze formule staat in binas tabel 35b uh, en als we kijken naar het vermogen, die vinden we in 32c. Het vermogen van de bron, van de zon in dit geval, is 3,85 maal 10 tot de 26e watt. Deze hebben we ook berekend in het filmpje hiervoor. Uh, maar die staat dus ook gewoon in binas. Nou, dan hebben we de straal nodig. Die vinden we ook in binas tabel 31. Zie je dat de straal 0,1496 maal 10 tot de 12e meter is? Dat is de afstand tussen de aarde en de zon. Uh, die kunnen we invullen. We moeten kunnen we hetzelfde houden. We vullen het vermogen in. We vullen, uh, vullen uh, de straal in. Uh, let even op dat we nog tot de macht 2 wordt gedaan. Dus goed gebruik van haakjes. En als het goed is, kom je uit op 1,37 maal 10 tot de derde watt per vierkante meter. Dus de hoeveelheid stralingsenergie uh, uh, die hier op aarde terechtkomt per vierkante meter is ongeveer 1370 watt. Uh, aan energie. Dus per seconde komt er 1370 uh, Joule op iedere vierkante meter Aarde. Dus dit is maximaal als je voor je zo'n wilt gebruiken, dat is het, het maximale wat je eruit kunt halen. Uh, dit heeft ook een bepaalde naam uh, en die staat ook in binnens. Als je naar tabel 32c kijkt, dan heet dit de zonneconstante op Aarde. En je ziet dat die in Binance ook gegeven staat. Dus deze hoef je niet uit je hoofd te kennen. Natuurlijk, als je moet berekenen, moet je dat wel doen. Maar hij staat ook in Binance: de straling, de zonneconstante. Dus dat is hoeveel energie de zon op aarde laat komen. Um, dit is natuurlijk niet wat je meet. Als je dit gaat meten, dan meet je veel minder. Want we hebben natuurlijk nog last van de wolken. We hebben dan last van de atmosfeer. Dus uiteindelijk is het veel minder dan dit. Dus uh, dit zou het maximale zijn. Uh, maar wij hebben uh, wat minder vanwege de atmosfeer. Nou, dat was het. Ik hoop dat het duidelijk is. Uh, dankjewel voor het kijken.